ziet er zo gezellig uit, dat springerige, vrolijke op house muziek. Ik heb gelijk ze moeten dansen. Welke stijl van house is dit? Het is full body, dit met je hele lichaam. En nou lijkt het alsof jullie gewoon een beetje lekker op de muziek staan te bouncen, maar volgens mij zit er wel een logica in. Ja, we hebben wel een aantal basisbewegingen die je kan leren. Graag. Eerst is Jack in the Box. Duveltje uit een doosje. Duveltje uit een doosje. Logisch, waarom? Je gaat door je knieën. Ja. Zak hem door je heup heen. En dan heb je duveltje uit de doosje. Maar dan is hij al uit de doos, het laatste al stukje, zeg maar, dat hij nog een beetje aan het natrillen is. Ja. Charmant dit. Ja? Dan zet je je been achter, gekruist, draai je hem in en zak je hem weer door. En dan doe je ook weer terug. Nou, deze is wel goed te doen. Ja, toch? Heb je er nog meer? Ik heb nog een farmer. Een boer? Een boer. Hoezo een boer? Een huppelende boer. Een huppelende wordt steeds leuker. Een huppelende boer. Laat zien. Oké. Emmers melk vast. Zodra je rechte knie omhoog gaat, gaat je bovenlichaam naar voren. En is de bedoeling dat die melk in je emmertje blijft? Nee hoor. Ik heb je wel stekensfilms gezien. Ja? Die gaan alle kanten op. Oké. En dan spring je hem in. Ja, het was wat te makkelijk, hè? En je armen kunnen mogen dus bewegen, hè? Moet je dan ook nog twee van die blonde staartjes hebben zo? Dan heb je de farmer. Die melk ook gewoon loslaten. Oké, en welke heb je nog meer? Ik heb ook nog een mojo hak. Die hebben we zelf bedacht. Dat is natuurlijk de allerleukste. Allerleukste. Hoe gaat die? Oké, rechterbeen voor. Ja. Linkerarm op je schouder. Ja. En dan zet je hem weer in. Bounce hem in. Kijk je mee? Achteruit. Oh, wacht. Ho, ho, ho. Ja? Ik voel hem hoor, ik voel hem. Ja. Zullen we nog muziek doen?